is hem dan? Misschien is het wel een deur die naar een geheime kamer leidt. Met grote schatten van goud, zilver of smaragd. Vandaar smaragd staat natuurlijk. Heb jij wel goed geslapen vannacht? Wil je soms een aspirintje? Waarom zou ik? Zijn we nou verdwaald of niet? Is er nou een deur of wel? Ik moet ook aan zoveel dingen denken. Ik zou er bijna denkpijn van krijgen als ik eraan denk, denk ik. Wat maken jullie je toch druk? We komen vanzelf wel weer thuis. Maar ik wil eerst weten wat er achter die deur zit. Even kijken. Zien jullie nu wel? Jawel. Wat zou dit geweest zijn, een middeleeuwse gymzaal? Psst, ik hoor dat. En dan? Ik weet het niet precies. Het zal wel verbeelding zijn. Waar zouden ze dit af en toe laten zeggen dat de muur op je afkomt? Oh, Doortje, blijf dicht bij me staan. Oh, heel slecht van de voetbalknietjes. Allemaal stenen. Wat glimt het mooi, hè? Het ziet er heel leerzaam uit. Maar wat is het? Zijn dit niet van die hero-dingen? Je weet wel, van die hero-dingen, tekens die telkens woorden worden en zo. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Maar wie zou dit geschreven hebben? Een schrijver zet meestal zijn naam boven zijn werk, maar die kan ik niet vinden. Laat staan lezen. Ik snap er niets van, maar ik kan dit lezen en ik heb het nooit geleerd. Er staat dat het bestemd is voor het kind van de tovenaar van Oz. Toen prinses Ozma 1 jaar oud was, werd de tovenaar ziek en verloor hij bijna al zijn toverkracht. Lees eens door, want het gaat over jou. Het is wel een beetje onduidelijk geschreven, hoor. Er staat iets over een man uit een circus die met een ballon hier naartoe gekomen is. Klopt, die hebben we een tijdje geleden ontmoet. Ja, een toffe gozer, maar hij kon niet toveren. Staat er nog meer over jou geschreven? Er staat hier dat het land van Oz erg rijk was en dat er veel slimme mensen woonden. En de mensen hielden erg veel van de tovenaar. En hij deed alles om het zijn volk zo goed mogelijk te laten hebben. En daarvoor vroeg hij eigenlijk niets terug. En doordat hij erg ziek was, hield de tovenaar het bed. En hij wist dat hij niet erg lang meer zou leven. Hij had niet eens de kracht meer om zichzelf te genezen. En een geneesmiddel bestond er niet voor de ziekte die hij had. Het volk had hem inmiddels verteld over een man die met een ballon door het luchtruim vloog. En men zag hem aan voor een tovenaar en hoopte dat hij de troon over zou kunnen nemen. Zeg, meneer. Hè? Zou u op ons maar kunnen passen? Ze zal later het land regeren. Alvast bedankt. Ik heb gezegd. Tovenaar was overleden en de circusman ging weer op pad en nam prinses Ozma met zich mee. Hij gaf haar op een gegeven moment weg aan de tovenares Mombi. Mombi veranderde prinses Ozma in een jongen en noemde hem Tip. En Tip bleef daarna nog 8 jaar bij Mombi wonen. Nee maar, dan ben jij de dochter van de tovenaar. Mombi had ons toch al eens eerder verteld dat Tip de dochter van de tovenaar was. Maar natuurlijk, dat verklaart alles dat ik daar nog niet eerder aan heb gedacht. Jij hebt ook toverkracht en daarom kun je natuurlijk ook die cijfers ontcijferen. Oh, dus ik ben de dochter van de tovenaar? Ja, een echt tovenaarskindje. Maar als ik het goed begrijp, dan word ik dus de koningin van het land van Oz. Maar ik weet niet of ik dat wel zou kunnen. Ajo, dat zal best wel lukken. Oh, ik krijg ineens een heel raar gevoel van binnen. Het is net alsof er vlinders in mijn buik vliegen. Oh, ik vind dat we maar een feestje moeten bouwen. Laten we snel terug gaan naar het paleis en dan gaan we
maar hoe komen we nou terug bij het paleis? Als ik echt kan toveren, moet dat lukken. Mijn vader kon toch opvliegen? Je kunt het in ieder geval proberen. Kunnen wij dan misschien een lift krijgen? Hou mijn handen maar vast en doe je ogen dicht. Klaar voor de start? Jongens, de kleine blauwe steenvleugel begint te bewegen. Kan een combi dan niet eens meer rustig bannen tegenwoordig? Kijk uit, jongens. Hallo, onderlopen. Okay. We moeten oplukken, simpel. Kom op, mannen in het geheel. We laten ons niet kennen. Ahoy! Thank you.